Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Ja, op deze megacampus Veredy in Valkenswaard is vandaag de Media Battle. En zoals je ziet, ze zitten er allemaal al lekker klaar voor. Maar vandaag hoef ik niet te tekenen, want kijk, we staan gewoon op het gras. 3 vakken, 3 klassen. Veredy, are you ready? Yeah! Oké, okay, let the games begin. Team Rood, kom er maar bij! Zo. Je hebt je telefoon nog in je hand, zie ik. Ik heb ze in mijn zak. Stop hem even in je zak, want in deze ronde mag je je telefoon dus niet gebruiken. Oké, okay, en je sleutel. Maar ook zonder telefoon. Ben je er klaar voor? Tuurlijk. Ja? Hoe heb je je op vandaag voorbereid? Veel internetten. En hier staat een hele leuke juf. Anne Femke, dit is jouw klas. Ja. Jij krijgt vandaag de letter A van Anne Femke. Ja! Kom er maar bij, Team Groen! Thomas, jij krijgt de B. Dank van? U. Van Bas. B, 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 de B van Bas! Team Blauw, kom maar gauw! Jeetje, jullie kunnen rennen, dames. Martine, ja. Jij bent de juffrouw van deze ontembare jongeren. Jij krijgt de C van... C! Ja, wat moet ik hier nou nog over zeggen? We gaan beginnen. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Vraag 1. Als mensen op internet zitten, waar besteden ze dan de meeste tijd aan? Antwoord A, social media. Antwoord B, productinformatie opzoeken. Of antwoord C, een e-mailtje lezen en versturen. En de tijd gaat nu in! Oeh, het gaat hard, moet je kijken. Ze proppen zich allemaal hier naar binnen. Jongens, voor de tijd. Blijven jullie staan met z'n allen? Oeh, daar gaat het zijn. Stop de tijd. Oeh, zag je dit? Ja, en dat betekent dus voor het groene team, dat als het niet antwoord A is, dat jullie al gelijk klaar zijn met spelen. Ja, mogen we nog verplaatsen dan? Ja, hoor. Je mag niet meer verplaatsen, helaas. Zo werkt het bij de Media Battle. Jongens, het goede antwoord moest toch zijn... Antwoord C! Ja, en dat betekent dat het blauwe team nog 1 kans heeft om door te gaan. En kijk eens hier, wow! Sam, je bent nog een beetje overdonderd. Wat is er net allemaal gebeurd? Ja, ik stond alleen in dit vak van mijn team en ja, daarom ben ik als enige nog over. Jeetje man, je hebt het wel goed voor elkaar gespeeld voor het blauwe team. Ja. En je maakt nog een kans, dat is het mooie. We hebben nog 2 vragen en je kunt nog steeds met je klas naar de volgende ronde. Ben je klaar voor? Ja. Ja, concentreer dames. Succes. Snapchat is het helemaal onder de jongeren. En ruim de helft, 56% van de gebruikers, is jonger dan 20 jaar. Maar hoe zit het nou met die andere doelgroep, die oudere doelgroep? Hoeveel procent van de 40-plussers maakt gebruik van Snapchat? Is dat antwoord A, 1%? Is dat antwoord B, 5%? Of denk je nee, antwoord C, 10%. Jongens, de tijd gaat nu in! Kom! Tempo! Sam! Iris! Oké, stop de tijd! Er werd een hoop geaarzeld. Sam, je liep heel rustig naar B. Toen maak je je schijnbeweging zo naar A. En toen kwamen er opeens 2 rode meiden bij en toen kon je niet meer bewegen. Jongens, het goede antwoord moest zijn antwoord A. En dat betekent, als dit de laatste vraag was geweest, was je afgeweest, want er staan 2 rode hier in dit vak. Maar we hebben nog een vraag te stellen, Sam. Dus je kunt nog winnen. Oké, luister goed. Als jongeren op de hoogte willen zijn van nieuws en actualiteiten, dan doen jullie dat het liefst via A, social media platforms, zoals Facebook en Twitter. Antwoord B, je zet gewoon even op televisie. Of antwoord C, je luistert naar de radio. En de tijd gaat nu in. Sam, je blijft gewoon staan.
Je hebt vast en zeker de overtuiging dat het antwoord A is, of niet? Ja. En daarom bleef je staan. Ja. Maar ja, die meiden waren ook slim. Ze staan bij jou, 2-1. Dus je bent sowieso af. Want het goede antwoord moest zijn... Antwoord A! Het rode team heeft gewonnen! Social media zijn inmiddels de belangrijkste bron voor nieuws. Maar hoe betrouwbaar is dit nieuws? Soms is het gelijk duidelijk dat het gaat om reclame of een persoonlijke mening van iemand. Maar soms is het niet zo duidelijk en dan moet je goed opletten. Neem nou die recensie over die nieuwe computergame. Is die geschreven door een onafhankelijke blogger? Of door iemand die misschien wel gesponsord wordt door de fabrikant? Als je zeker wil weten dat de informatie die je opzoekt juist is, check dan altijd meerdere bronnen. En tot slot maken we eigenlijk allemaal nieuws. We publiceren allemaal iets. Soms wordt nieuws enkel nieuws omdat iedereen het liked en deelt. En zo wordt het steeds groter. En misschien heb jij daar ook wel een bijdrage aan. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Ja, en ze staan hier allemaal lekker op hun telefoon te kijken. Op Insta zie ik al. Daar komt natuurlijk dadelijk de volgende vraag op te staan. Heel goed. Maar ik ga hem natuurlijk niet vertellen, want als je het weet, post je hem op internet. En dan ren je ook zo snel mogelijk naar het tekenlokaal. Degene die daar als eerste is met het goede antwoord, die wint een mooie prijs. Lijkt me duidelijk, hè jongens? Ja? Dan gaat de tijd nu in. Oh, ze gaan al rennen. Ze gaan rennen met z'n allen. Ja, ze zijn slim. En de vraag is, wat zijn de twee meest verkochte gameconsoles ter wereld? Het is hier al redelijk druk in het tekenlokaal. Degene die het als eerst post, die wint een mooie prijs. We gaan eens even checken. Ik weet het. Heb je hem al? Ja. Heb je hem al gepost zelfs? Ja. Oké, ja, ik ga het even checken. Media Battle. Wow, er staan al een heleboel reacties onder. Volgens mij heeft de helft van de klas ongeveer al gepost. Ja, maar iedereen zegt dat er maar één. Het zijn er twee, hè, jongens. Ja, twee consoles. Wie is Iris van Deurzen? Hey! Hey! Game nerd! Iris, ben jij een echte gamer? Nee. Je bent geen gamer? Nee. Maar wat was jouw antwoord? PlayStation 2 en Nintendo DS. PlayStation 2 en Nintendo DS, dat is het goede antwoord. Geef een groot applaus. Ja, dat zijn de meest verkochte gameconsoles. Alsjeblieft, die is voor jou. Geef er nog een applaus, jongens, Iris! Ik durf te wedden dat er een hele hoop van jullie best wel in de game-industrie zouden willen werken. En inderdaad, dit is een enorme business en er zijn allerlei opleidingen waar je terecht zou kunnen. De verwachtingen zijn echter de laatste jaren nogal wat opgeblazen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er per jaar zo'n 1600 mensen afstuderen en dat er slechts 60 vacatures zijn. Dus mocht je altijd al gamemaker willen worden, laat je dan vooral niet afschrikken. Maar dacht je dat het makkelijk scoren was? Dan moet je misschien nog een andere opleiding in optie nemen. We verdelen de klas in twee teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja! Werenie, dit is ronde... 3! Ronde 3. En ze staan met z'n allen klaar. Jullie hebben goed geoefend volgens mij, hè? Ja. Ja, meiden? Klaar voor? Ja. Klaar voor? Gozer? Langnek. Langnek? Dat moet je even uitleggen. Ja, we worden de grootste van de klas. Ja, en ik hoorde dat je ook iets op social media daarmee doet, hè? Ja, officieel langnek. Officieel langnek? Nou, zeg het even in de camera, hoe kunnen we je volgen? Hashtag officieel langnek. Hey. Nou, genoeg reclame, genoeg reclame. We gaan over naar de hele serieuze zaken van vandaag, want... ik ga je dadelijk een afkorting geven. En ik wil van jullie niet alleen weten waar de letters voor staan, maar ook wat die afkorting dan precies inhoudt. De vraag is... wat is een MMORPG? En laat me ook een voorbeeld daarvan zien. En de tijd gaat nu in. Oké, stop de tijd. Handen van de knoppen. Het ging er hard aan toe.
Ja. Ik wil het van jou horen. Oké. Okay. Wat is het? De MMORPG staat voor Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Massively Multiplayer Online Role Playing Game. En wat is dat? Dat de speelwereld om je heen constant kan veranderen. Dat de speelwereld om je heen verandert? Ja. Waar je met honderden tegelijk via internet kan spelen. Ja, wat je met mensen tegelijk op internet kan spelen. Ja. Oké, en laten ze een voorbeeld zien dan. Ja, bijvoorbeeld Pokémon. Heb je daar. Jongens, dat is het goede antwoord. Ja, en ik miste natuurlijk dat je het met heel veel mensen kunt spelen. Kijk, je kunt wel in je eentje achter die computer zitten typen. Maar het is natuurlijk veel toffer om met je vrienden, maar zelfs onbekenden op internet, in één level te spelen, alsof je erin woont. Vraag 2. Meiden, ja. Hoe zit dat nou als je nou thuis op internet zit of op je smartphone? Wat vinden je ouders ervan? Niet gezellig. Niet gezellig? Nee, ik zit in een andere wereld. Je zit in een andere wereld, dan zit je er wel redelijk diep in. Ja. Zeggen ze alleen dat ze het niet gezellig vinden of waarschuwen ze je ook wel eens voor de gevolgen van zoveel met je telefoon op internet zitten? Ik mag geen naaktfoto's erop zetten. Dat is op zich wel een hele slimme, is dat bij jou ook zo? Ja. Ja? En bij jou ook zo? Ja. Ja, ik mag dat dus ook niet van mijn moeder. Maar er zijn ook wel eens ouders die zeggen bijvoorbeeld van ik wil dat je er niet te lang achter zit, want anders krijg je bijvoorbeeld last van je ogen. Nee, ik omdat ik een kromme nek krijg. Een kromme nek? Vierkante ogen. Vierkante ogen, inderdaad. Maar om jullie ouders nou eens een klein beetje gerust te stellen, er zijn tegenwoordig sportapps. Gebruik je wel eens een sportapp? Nee. Nooit? Jij? Ja. Jij wel? Welke gebruik je? Iets met 5 minuten workout. Workout, gewoon om lekker fit te blijven. Ja. Ja? De vraag is namelijk, wat is de populairste sportapp van 2015 geweest? En hoeveel sterren kreeg die in de Play Store? De tijd gaat nu in. Dames, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie ook sportapps? Nee. Jij hebt geen sportapp, jij wel? Nee. Jij wel. Welke gebruik jij dan? Ja, deze. Sporten met Evie. Sporten met Evie. Ja! Ja! Oké, stop! Oké, nou, wat er? Handen van de knoppen. Ja. Zo. Er kwam even een energie-explosie hier vandaan. Oké, dit is spannend. Jullie staan namelijk al 1 punt voor. Oké, runkeeper, GPS, rennen, lopen. Runkeeper. En 4,25 ster of zo. En een beetje. 4 en een beetje. 4 en een beetje. Ja. Runkeeper. Dat is het goede antwoord. Ah! Wat een dames. Wat een dames. Dit is een belangrijke vraag, hè? Ja. Jullie moeten deze vraag goed hebben. Dat zijn jullie van bewust. Jij ook? Ja? Oké. Okay. Even iets anders. Deze zomer kwamen er weer een heleboel emoticons bij, namelijk 72. Gebruik je veel emoticons? Ja. En welke gebruik jij nou het meest? De lachsmiley met de traantjes. De lachsmiley met de traantjes. Lig je vaak helemaal dubbel dan? Ja, soms. Soms wel. Hoe ziet dat eruit? Raar. Raar. Ja, dan snap ik dat je de emoticon gebruikt. Hey, en jij, wat gebruik jij nou? Ananas. Een ananas? Ja. Waarom nou weer een ananas? Ja, weet ik niet. Dat is gezellig. Dat is gezellig. En even kunnen nog een vraag aan jou dan. Is het NNS of NNS? Oh, Jim. Pineapple. Jim. Pineapple. Wow. Mag ik naar huis lopen? Jij mag naar huis lopen. Kom maar. Poppen. Luister goed. Er komen natuurlijk steeds meer van die emoticons bij, maar het bedrijf Unicode, die ze maakt, die heeft er onlangs ook 2 verwijderd. Noem mij 1 emoticon die Unicode heeft verwijderd. En de tijd gaat nu in. Overleg met elkaar, steun elkaar. Jullie moeten een punt scoren. Oeh, deze dames gaan ook hard hier. Met z'n drieën. Een soort van bonding. Jongens, hoe gaat het? Zeg gewoon. Hebben jullie er al één? Welke is verwijderd? Ja, ja, ja. Oh ja, stop. Hoe heet die? Een pistooltje. Een geweer. Jij zegt? Een geweer. Een geweer. Die heeft Unicode verwijderd. Ja. Als het goed is, dames, dan winnen jullie de aflevering van Media Battle. Wat zou dan de reden zijn waarom ze een geweer hebben weggehaald? Oh, met aanslagen. Ja. Ja. Aanslagen zo. Ja. Ja, misschien wel Orlando ook, hè? Die schietpartij die er was. Ja. Ja. Dames. Het antwoord is goed! Ja! Jullie winnen deze aflevering! Wauw! Ja, en de prijzen liggen er niet om. Kijk eens, alsjeblieft.
alsjeblieft. Die hebben jullie voor je klas gewonnen. Hé, Jesper, je moet er nog iets speciaals bij doen bij die duimpje. Wat is dat? Wow! Iets met zijn wenkbrauwen. Nou, zo moeten we volgens mij afsluiten. Leuk dat je hebt gekeken en wij zeggen hier vanuit Valkenswaard... Duimpje!